Johan Voskamp terug bij Sparta. Is dat een beslissing geweest waar je toch nog lang over hebt moeten nadenken? Nou ja, kijk, je moet altijd goed nadenken over de keuzes die je maakt in het leven. En, ik heb er even over nagedacht, maar uiteindelijk is gevoel toch wel heel erg doorslaggevend voor mij. En ja, op basis van gevoel ben ik hier teruggekomen. En waar helpt bij dat gevoel dan ook, wat jou, toen jouw naam voor het eerst viel, van eventueel terugkeren, dat mensen zo positief daarover waren? Speelt dat een rol bij het hebben van zo'n goed gevoel? Nou ja, op zich, het is altijd leuk als mensen positief over je praten. Beter dan dat ze je afbranden. Maar daar moet je niet te gevoelig voor zijn. Want ik weet nog wel, toen ik hier kwam, waren de meesten niet zo positief. En toen had ik ook kunnen beslissen om niet te gaan. Maar toen ben ik ook gegaan. En ja, je zag dat in vrij korte tijd omsloeg. En nu zijn ze allemaal positief. En nu kan het ook omslaan in negativiteit. Dat weet je nooit. Dus je moet meer op basis van je eigen gevoel moet je een keuze maken. En dat heb ik ook gedaan. We weten dat je ook opnieuw een buitenlands avontuur had kunnen aangaan. Eredivisie, tal van opties. Toch kies jij voor Sparta. Kun je onder woorden brengen, los van gevoel, waarom dan? Nou ja, kijk, het belangrijkste is na zeker ruim een jaar niet gespeeld te hebben. En de tribune warm gehouden te hebben daar in Polen. Dat je weer lekker gaat voetballen. En dan kan je bij een leuke Eredivisieclub misschien de concurrentie aangaan. Wisselspelen, super sub of misschien bazen, maar dat weet je niet. En dat weet je hier bij Sparta ook niet, maar ja, dan is de kans wel groter. En ja, dat je lekker kan spelen en dat je belangrijk bent voor een club. Ja, en eigenlijk in de eerste divisie is er maar één optie voor mij. Dat is Sparta. Ja, want jij hebt die club ook in de play-offs bijvoorbeeld recent nog gevolgd. Hè? Konden we via Twitter zien dat je hartstochtelijk meeleefde. De Sparta heeft jou, ook al heb je er maar één seizoen gespeeld tot nu toe, heeft jou wel geraakt op een of andere manier. Ja, ik denk dat alle mensen die bij Sparta gevoetbald hebben of die hier werkzaam zijn, dat we wel een beetje onderkennen, dat gevoel. En kijk, het is nu een beetje slijmerig, had ik gezegd, dat ik een mijn Sparta hart heb. Maar ja, ik stond hier wel als ventje van een jaartje of acht stond ik al op de tribunes. En dat is de eerste club waar ik heen ging. De eerste betaald voetbalclub. Dus ja, dat is schitterend. En dan zie je dat grote stadion. En ja, niet kunnen bevroeden dat je daar dan zelf staat. En ja, dat doet toch wel wat met je. De grootste twijfel die veel Spartanen hadden over een eventuele terugkeer van jou hier was, ja, die jongen gaat toch nooit zoveel salaris inleveren. Natuurlijk, iedereen in deze tijden moet een beetje inleveren. Maar wat jij in Polen verdiende en wat jij hier zal verdienen, dat zal mijlenver uit elkaar liggen. Speelt dat dan helemaal geen rol voor jou? Nou ja, William Vloed heeft het redelijk gelijk getrokken. Dus daar ben ik hem echt dankbaar voor. Maar nee, kijk, natuurlijk moet je inleveren en dat weet je. Maar ja, ik kan dan nog elke maand mijn salaris ontvangen in Polen en op de tribune zitten. Maar ja, ik ben 28, ik voel me goed en ik wil lekker voetballen. En ja, dan is geld van ondergeschikt belang. De club heeft sinds jouw vertrek best wat roerige jaren opnieuw gehad. Het jaar dat jij er zat natuurlijk ook. Hoe heb je dat gevolgd? Ja, ik heb het altijd wel behoorlijk gevolgd. Ik heb zelfs nog columns geschreven voor de supporters. Dus ik heb het uiteraard erg gevolgd. En het deed me wel pijn dat ze het telkens net niet redden. Of ja, telkens, vooral afgelopen jaar was dat echt was dat wel pijnlijk. En, maar ja, goed, dat is nu achter de rug en we moeten in de toekomst kijken, we moeten vooruit kijken. En ik snap dat het nog pijn doet bij veel mensen, maar ja, daar veranderen we niks meer aan. Er werd niet zo lang geleden ook een nieuwe trainer gepresenteerd bij deze club, Adrie Bogers. Voor jou een bekende naam vanuit jouw RKC-tijd, maar nadat die naam werd gepresenteerd was er toch weer wat onrust onder Sparta supporters. Hoe kijk jij daarnaar, want jij kent die trainer misschien beter dan andere spelers? Nou, ik weet één ding en dat is dat het een hartstikke goede trainer is. En dat het een redelijk onervaren trainer is. Maar goed, dat is niet heel belangrijk. Het gaat erom de kwaliteit die hij heeft. En de voorgaande trainers hier hebben Sparta niet naar de Eredivisie gebracht. Dus waren die dan zo extreem goed? Dat is de vraag. En ja, het beste voorbeeld is Erik ten Hag. Die zijn eerste jaar bij Go Ahead Eagles inging als hoofdtrainer. En ja, die Go Ahead Eagles attractief en aanvallend mooi voetbal liet spelen en die gasten waren hartstikke fit. Dat moet een beetje ons voorbeeld zijn. Ja, zorgt weer een beetje voor een in die roerige tijden voor een positief Sparta-gevoel bij mensen. Maakt dat je trots? Nou ja, het gaat niet om of het mij trots maakt, maar het gaat erom dat we weer vooruit kijken. Want terugkijken heeft niet zoveel zin meer en ik snap dat het pijnlijk was. Maar ja, we moeten toch sowieso nog een jaar hier spelen. Dus daar kunnen we maar het beste van maken. Ten slotte, jij legt jezelf ook gelijk voor langere tijd vast, voor 3 jaar. Dat is ook redelijk uniek. Wat is de gedachte daarachter bij jou?
Ja, ik ben natuurlijk heel erg oud, dus dan is het wel fijn dat je een beetje zekerheid hebt. Maar het is voornamelijk dat je iets neer wil zetten hier. En als je een goed gevoel hebt bij een club, dan wil je dat liever voor 3 jaar doen dan voor 2 of 1. En het gevoel is goed en ik wil er iets heel moois van maken. En hopelijk Sparta zeker binnen die 3 jaar in de Eredivisie helpen.